Daar waar die c aan land komen, daar zie je nieuwe datacenters ontstaan, nieuwe knooppunten en heel veel groei. Welkom bij Surf Sounds. In deze serie gaan we in gesprek met experts over ontwikkelingen op het snijvlak van ICT, onderwijs en onderzoek. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Mijn naam is Philip Stijn. In deze aflevering gaan we in op het belang van een sterke digitale infrastructuur voor Nederland. Hoewel Nederland momenteel in de top 3 staat van werelds grootste digitale internetknooppunten, staat deze positie onder druk. Andere Europese landen trekken actief nieuwe zeekabels aan, waardoor we het risico lopen achterop te raken. Hoe kunnen we onze koppositie behouden en hoe draagt een sterke digitale infrastructuur bij aan het Nederlands onderzoek en onderwijs, de BV Nederland? En onze maatschappij. We praten hierover met Peter van Burgel, CEO Amsterdam Internet Exchange. en Alexander van den Heel, International Policy and Strategy bij SURF. Welkom heren. Dank We gaan het hebben over digitale infrastructuren. Um, en voordat we uh, de inhoud, echte echt inhoud, in gaan duiken. wil ik graag beginnen met uh, een voorwerp. Ik heb jullie gevraagd iets mee te nemen, uh, wat voor jullie centraal staat als het gaat om. Uh, het belang van een digitaal knooppunt. Of een digitale infrastructuur. Uh, Alexander, kan ik met jou beginnen? Wat, uh, wat heb je meegenomen? Leuke vraag. Hè? Ik dacht aan mijn paspoort. Uh, het paspoort staat natuurlijk voor, voor mijn, uh, mijn trots Nederlanderschap. Uh, maar het geeft me ook toegang uh, tot de hele wereld. En dat is voor plezier, voor vakantie of zo. Uh, maar ook waar ik elke dag voor Surfvaan uh, aan werk. Dus het verbinden van onderwijs en onderzoek. Uh, vanuit Nederland met buitenlandse partijen of andersom. Ja. En we hebben als Nederlanders een sterk paspoort toch in vergelijking absoluut. met sommige ja, andere zeker. landen. Zeker. Ja, ja vergemakkelijk onze toegang. Dus, ja, uh, absoluut. Ja. En Peter, wat, uh, wat, wat waardag jij aan? Vroeger had je, wat KPN of PTT zelfs toen geloof ik, nog een hele mooie slogan. Wie tot tien kan tellen, kan de hele wereld bellen. En het mooie daaraan is uh, dat je met een hele simpele instructie, tien cijfers, letterlijk iedereen in de hele wereld uh, kunt bereiken. En dat is eigenlijk vandaag de dag met het internet uh, nog meer. En dan is het niet cijfers, maar letters. Je typt iets in de www.surf.nl bijvoorbeeld. En dat maakt niet uit waar in de wereld je bent en je kunt dat bereiken. Ja, en Nederland maakt dat voor een groot deel mogelijk gegeven. De, de, ja, de digitale knooppuntpositie die we hebben. Ja, en hoe, hoe hebben we eigenlijk die digitale knooppuntpositie ook opgebouwd? Ja, dat is een, uh, het is een combinatie van uh, factoren, denk ik. Enerzijds uh, tijd en plaats. Ja, dus het internet is natuurlijk vanuit de universitaire wereld ontstaan, vooral in de Verenigde Staten. En uh, een van de eerste e-mailberichten, of het eerste e-mailbericht buiten de Verenigde Staten, is in Amsterdam aangekomen, bij het Centrum voor Wiskunde en Informatica of NICEF. Um, en uh, nou ja, dat was uh, ook een beetje het begin van het internet in Europa. Uh, vervolgens, uh, al heel snel uh, kwamen er allerlei partijen bij elkaar, uh, destijds nog bij SARA. En uh, ja, zo is eigenlijk uh, dat knooppunt heel snel ontstaan. En uh, doordat we ja, een van de eerste waren, zijn we daar ook altijd... Uh, die voorsprong hebben we wel kunnen, be kunnen behouden. Welk jaartal hebben we het over? Ja, het is begin 90, uh, ja. 394 94 okay. uh, ergens, ja. ja. Dus uh, ja, deels tijd en plaats. Ja, vervolgens is daar natuurlijk uh, zeker ook door Surf, maar ook door anderen veel uh, tijd en energie uh, ingestoken. En is er echt een, uh, ja, een community ontstaan die maar is blijven groeien. Ja. En inmiddels zijn we dus een van de leidende uh, internetknooppunten uh, internet ter wereld. Uh, ja, ja. ja, past ook heel goed bij ons, hè? want we zijn natuurlijk een klein landje. Uh, klein landje betekent dat je een groot buitenland uh, hebt. En ja, sinds uh, uh, honderden jaren zijn we gewend om uh, de hele wereld over te gaan. als een, als een handelsland met, uh, met handelsroutes. En tegenwoordig zijn dat uh, digitale goud, Het is data. Uh, en dan hebben we digitale handelsroutes, digitale pakhuizen, uh, waar we het gewoon goed mee doen uh, in Nederland. Ja, zeker. Nou, en nogmaals, daar heeft het onderwijs en onderzoek ook een belangrijke plek in gespeeld. We zijn hier bij Surf. En uh, ja, die innovatiekracht uh, maakt ook dat bedrijven willen komen. Die bedrijven willen vervolgens wel gebruik maken van goede infrastructuur. Dus, ja. dus door die infrastructuur aan te leggen, komen er weer goede bedrijven en zo krijg je een soort zichzelf versterkend effect. Nou, en dat heeft uh, ja, toch in de afgelopen bijna 30 jaar geleid tot uh, die leidende positie. Ja. Dus die wisselwerking tussen, uh, tussen de infrastructuur, maar vooral ook het klimaat van onderzoek, innovatie, uh, handel, heeft echt gemaakt uh, dat we een van de, van de ja wereldwijde leidende knooppunten zijn. En zijn wij daar in Nederland gewoon van, tra van traditioneel gezien goed in? We hebben natuurlijk ook de Rotterdamse haven die uh, echt een knooppunt is. En de bloemenhandel in Aalsmeer uh, waar ik aan moet denken dan. Uh. Ah, dat is leuk dat je dat zegt. Want ik uh, zou wel graag zien dat dat meer zichtbaar is. Uh, we hebben natuurlijk die grote schepen die in Rotterdam aankomen, die grote containerterminals. Het snapt iedereen wat daar uh, gebeurt. Ja. Maar met data is dat gewoon wat minder, minder zichtbaar. Uh, kabels liggen onder water of in de grond. Uh, pakhuizen, digitale pakhuizen, de datacenters zijn niet zo, uh, zo zichtbaar. Maar we varen daar wel heel goed op met onze digitale economie. Superbelangrijk. Ja. ja, en inmiddels staat die koppositie dus onder druk. Uh, dat is natuurlijk ook mede waarom we hier vandaag hier ook aan, aan tafel zitten. Want uh, waarom is Nederland, uh, waarom zijn we niet, wij niet volop aan het investeren in het binnenhalen van, uh, van die zeekapels? Wat, wat speelt er? Nou ja, twee dingen. Ik denk uh, even toch terug naar je opmerking over de haven Rotterdam en de bloemenveiling. Uh, dat staat ook onder druk. Ja, dus we hebben daar gewoon uh, als land vooral ook mee te maken. Uh, Alexander zei het net al, we zijn een klein landje, dus een groot buitenland. Uh, dus we hebben om te beginnen minder ruimte dan een aantal landen om ons heen. Uh, we hebben vooral ook uitdagingen met stroom en spanning. Ja. Uh, en daar zijn Overbelast we... net uh, ja, is dus gewoon geen capaciteit. En dat leidt echt tot uh, uitdagingen met name in het bouwen van datacentercapaciteit. Ja, daar bestaat een beetje een beeld van dat dat echt uh, enorm is en uh, alle power gebruikt en uh, alle grondoppervlakte. Maar als we naar de, de, de daadwerkelijke percentages kijken, wordt daar echt over uh, 2-3% uh, van het totaal. Oppervlakte dan wel uh, stroomverbruik. Ja. Dus dat is, valt er heel erg mee. Maar het beeld is dat het echt enorm is. Nou, uh, dus dat is een uitdaging. Gelukkig bijna zou ik zeggen, zien we dat ook wel in de landen om ons heen. Daar beginnen soortgelijke uitdagingen te ontstaan in de, in de uh, aanbod van stroom en spanning en, en grondoppervlak. Maar uh, ja, het staat gewoon onder druk. Nou, een nieuw kabinet moeten we afwachten, wat daar de focus op uh, gaat worden. En ik denk uh, wat Alexander net zei heel terecht, de zichtbaarheid, of eigenlijk de onzichtbaarheid. Hè, het gebeurt allemaal een beetje achter de plint of onder de grond. Ja, maakt dat het misschien niet altijd het meest uh, populaire onderwerp is. Uh, de koeien in de wei kunnen we zien en uh, de huizen die we niet uh, kunnen bekopen kunnen we ook uh, voelen. Maar ja, uh, dat wat zeg berichtje, dat gaat er nog steeds uit. Dus uh, blijkbaar gaat het daar wel goed. Dus, dus het zit ook wel een beetje een beetje een image uh, ding ja. aan. Waar we wat werk te doen hebben, denk ik. Als ik dan kijk naar surf, wat wij via die verbindingen doen. Uh... In Dwingelo, hier in Drenthe bijvoorbeeld, zitten toponderzoekers, topastronomen, uh, die data van over de hele wereld uh, gebruiken, die moeten op een manier naar ons toe komen. Dat kan als er zo'n infrastructuur is. Maar als die infrastructuur er niet is, ja, dan, uh, dan gaat dat mis, natuurlijk. Hetzelfde geldt als de miljoenen studenten uh, die elke dag samenwerken en uh, van cloudvoorzieningen gebruik maken. Uh, daar hebben we wel infrastructuur voor, voor nodig. Dus daarom is zo'n zo knooppunt die. Uh, zeekabelverbindingen bijvoorbeeld gewoon van belang voor ons land. Zitten we op dit moment tegen de tax aan ook van wat het, het, het internetverkeer wat we kunnen versturen, verzenden? Of is er nog capaciteit over? Want ik begreep ook dat er nieuwe capaciteit gecreëerd moet worden. We willen nieuwe zeekabels laten aanlanden. Ja, dat gaat natuurlijk ook een beetje over de, over de relatieve positie en de strategische move die, uh, die je maakt. Ik denk dat tot het uh, jaar 2000 of zo uh, is er flink geïnvesteerd in kabels naar, uh, naar Nederland. Uh, daar is Amsterdam Internet Exchange voor uh, ja. door ontstaan. Uh, daar hebben we als SURF grote voordelen mee gehad. Je ziet dat nu, je staat er niet zo bij stil, maar de data van, uh, van de Large Hadron Collider in, uh, in Genève, de deeltjesversneller. Uh, die gaat voor een groot gedeelte via Amsterdam de hele wereld uh, over. Um, maar sinds Vanuit Nederland verspreiden wij, zijn wij een wereldwijd knooppunt. knooppunt voor, voor, een knooppunt voor heel de wereld, zo moet ik het zeggen. Precies, precies, ja. precies. Nou, je ziet dat we na 2000 veel minder geïnvesteerd hebben. Je ziet dat landen om ons heen bijvoorbeeld wel die zeekabelverbindingen binnen, binnenhalen. Frankrijk, Spanje, Ierland, uh, maar ook in de Nordics zijn ze daar best goed in. Ze hebben een sterke digitale agenda. Wij, wij zijn daar nu even wat, uh, wat minder in. Het is de bedoeling dat we dat gaan herpakken omdat het, uh, die, die kabelverbindingen een, 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 een sterk deel uitmaken van dat digitale ecosysteem. Ja. En hoe, hoe willen jullie dat gaan aanpakken? Wat, uh, wat, wat zijn er voor plannen in de maak? Nou ja, voor de, we daar aanvullend aanvullen nog op uh, wat Alexander zei. Kijk, wij waren samen toevallig op een evenement uh, begin dit jaar, waar een van de uh, Telegeography heet dat, dat is een uh, onderzoeksbureau wat echt onderzoek doet naar uh, zekabelinvesteringen en waar uh, in die wereld dat allemaal gebeurt. En die presenteerden daar uh, hun wereldwijde beeld van uh, hoe zich dat ontwikkelt. En eigenlijk elke grafiek uh, ging van linksonder naar rechtsboven. Allemaal uh, groei. Maar het er er was een, een, een waarschuwing voor twee landen in de wereld waar het toch uh, ingewikkeld was. Eén was Singapore en de ander was Nederland. En beide, omdat er dus uitdagingen zijn met het bouwen van datacenters en, uh, en de stroom. Nou, dat, uh, dat hebben we teruggebracht naar het ministerie van Economische Zaken. Die zijn daar flink van geschrokken omdat dat iets zegt over het vestigingsklimaat uh, binnen Nederland. We hebben natuurlijk ook discussies gehad over uh, dividendbelasting en dat soort uh, zaken. Dat was al niet, uh, niet, niet uh, handig. Uh, gedoe gehad met uh, Meta en Zeewolde, wat er uiteindelijk dan toch niet komt. Nou ja, en dat trikkelt gewoon door, of dat, dat trikkelt, dat, dat, dat zijpelt door in de, in de wereld van investeerders en, uh, en, en bouwers. Nou, um, dat is niet goed, want daarmee daalt Nederland dus op de lijstjes uh, van interessante landen. Ja. En daar hebben we nu samen met met name economische zaken hebben we een, een coalitie opgericht. Zo heet dat dan, een publiek-private samenwerking. En dat noemen we de zeekabelcoalitie. En daar zijn we echt actief aan de slag om met de overheid samen, met consortia, in gesprek te gaan over ja, kunnen we nieuwe zeekabels uh, laten landen. Ja. Die capaciteitsvraag die je net stelde, er is nog wel zat capaciteit om voorlopig te groeien, omdat er ook veel over land gaat natuurlijk. Alleen wat we echt zien in de wereld van uh, van digitale infrastructuur is dat de zeekabels echt, echt leidend zijn voor waar knooppunten komen, waar geïnvesteerd wordt. Ja. Het gros van het verkeer zou je kunnen zeggen gaat via de zeekabel. Het gros van het internet. Ja, ja zeker het internationale, het intercontinentale verkeer gaat ja. uh, zo. Maar je ziet ook daar waar die zeekabels aan landen. Bijvoorbeeld zien we nu heel erg in Afrika, maar ook in Zuid-Europa. Daar waar die zeekabels aan land komen, daar zie je nieuwe datacenters ontstaan, nieuwe knooppunten en heel veel groei. Ja. Nou, dus als er geen nieuwe zeekabels in Nederland landen, geen nieuwe datacenters, geen nieuwe groei, dus daarom is het zo belangrijk om ook die zeekabels echt uh, ook weer naar Nederland te halen, omdat de bestaande kabels gewoon verouderd zijn, die zijn inmiddels bijna 30 jaar oud, dus ja, die zijn wel eens aan vervanging toe. En is het een Europees vlakje? Zou kunnen zeggen, het is gewoon een vol volwassener worden van het Europese speelveld. Andere landen gaan ook meer zeekabels aanlanden of is het toch een beetje eten of gegeten worden wat dat betreft? Uh... Maar net welke bril je misschien bij. Ja, ik weet niet wat jij uh, denkt, Alexander. Maar... Nou ja, ik denk dat we dat we daar als Nederland een, een taak voor onszelf in hebben om daar een sterke uh, sterk, uh, agenda op te hebben. Uh, en daarmee een sterk knooppunt in een sterk Europa uh, te zijn. Um, als we dat niet doen, ja, dan zien we dat land, land om ons heen daarmee uh, mee van doorgaan. Ja. ja, kijk, als je natuurlijk lang de eerste bent, heb je ook uh, eigenlijk alleen maar te verliezen. Uh, als je natuurlijk uh, challenger bent, kun je veel meer winnen. Dat is uh, wat meespeelt. Maar we zien absoluut een, een, een actieve overheid in andere landen, die probeert uh, digitale infrastructuur naar die landen te halen. En een, een ander onderwerp, wat denk ik belangrijk is om te realiseren, is dat we met z'n allen ook na moeten denken: waar zijn we nou van als Nederland? Ja, zeker waar zijn we nou over twintig jaar van? Wat is onze toekomst? Nou, dat is uh, aan de overheid en aan de regering denk ik om daar veel invulling aan aan te geven. Wat we echter wel weten is dat digitaal daar een, een fundamenteel onderwerp voor is. Dus uh, als we dat ook in Europa leidend willen blijven doen, ja, dan zal dat digitale component uh, toch echt heel belangrijk moeten blijven. Ja. En uh, nou ja, daar, uh, daar moeten we dus met z'n allen hard aan het werken. Ja, precies. precies. Ja. ja, en ik denk dat, dat, dat Amzix en Surf uh, typisch partijen zijn. Uh, die zien dat we, dat we uh, niet alleen in het ecosysteem zitten. Eh? We, 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 we zien dat partijen ons heen nodig zijn om dit mogelijk te maken. Daarom hebben wij ook de lead genomen, maar doen het zeker niet alleen. Dus er zitten ook andere hosters, glasvezelbedrijven, uh, ministerie uh, en zo in, de, in die zeekabelcoalitie. Um, en wat we met die coalitie proberen te doen, is nou, zorgen dat partijen die investeren in dit soort kabelsystemen naar Nederland komen. Uh, we zorgen dat er. Uh, uh, wet of regelgeving onder de aandacht komt uh, bijvoorbeeld, dat het makkelijker uh, wordt, maar ook iets simpels als een, uh, als, een, als, een, als een plan voor de Noordzee bijvoorbeeld, waar die kabels binnen, binnen kunnen komen. Het zijn allemaal dingen die geregeld uh, moeten worden en waar aandacht voor moet zijn. Ja, uh, dat plan simpel voor de Noordzee wordt natuurlijk wel uh, steeds ingewikkelder, ja. met, ook met gas en, uh, en, ja, en windmolenparken en die tijd. daar moeten verrijzen ook. Ja, ja. En, uh, en vervolgens uh, natuurlijk ook uh, de hele uh, toch maar het woord de soevereiniteitsdiscussie uh, 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 binnen de eigen zone. Uh, de twaalf mijl uh, mag je van alles zelf bepalen. Dan is er nog een, uh, een uh, economische zone waar we iets uh, van mogen vinden. Ja, en op een moment kom je in internationaal water. En als we kijken naar met name kabels, maar ook windmolenparken en dergelijke... Ja, die staan voor een heel groot deel in internationaal water. Daar is helemaal geen recht. Er is niks bepaald over van wie is het en wie mag wat uh, bepalen. Dus ook uh, ja, het beveiligen van die infrastructuur is ook belangrijk. Ja. Nou, en, en dat soort vraagstukken liggen allemaal binnen die coalitie... om te zorgen dat we dus ook naar Nederland toe het verdienvermogen in stand houden... doordat we dus dat soort verbindingen ook echt goed beveiligen... En, uh, en, ja, Daar kunnen we niet alleen, dat kunnen Surf en Amzich niet alleen. Daar hebben we echt dus uh, die coalitie voor nodig. Ja. ja, ik voel me ook nog af inderdaad. Wat uh, uh, zijn er ook nog alternatieven mogelijk naast uh, zeekabels om goede connectiviteit te realiseren? Ja. Of is eigenlijk zeekabels de meest? Ja, er zijn natuurlijk verbindingen over land. Ja. Um, als ik bijvoorbeeld uh, verbinding naar Japan uh, neem, maar die gaat door Russisch gebied. Dat ligt ook gevoelig uh, deze ja. dagen, uh, kun je je voorstellen. Een uh, andere belangrijke route is uh, via het Suezkanaalgebied, via Egypte. Um, daar lopen heel veel kabels uh, langs. Dus je kunt je ook voorstellen dat dat een ongoing concern is zeg maar, voor die continuïteit van die uh, verbindingen. Het zijn allemaal dingen die we meenemen uh, in die overwegingen om tot nieuwe soorten verbindingen, nieuwe routes uh, te komen. Om het bedrijf zekerder, uh, het verdienvermogen goed te krijgen. En een ander onderwerp is ook nog uh, kennisveiligheid, denk ik. Voor surf ook heel erg belangrijk. Uh, dat we uh, onze data, de kroniële van onderwijs en onderzoek, uh, niet zomaar in de waagschaal stellen en partijen kiezen die we, die we, die we vertrouwen daarin. Dat is ook niet altijd het, uh, het geval. Want in hoeverre, want C-kabels uh, worden eigenlijk aangelegd door private consortia, maar daar kan je dus, Alexander, hoor ik jou wel zeggen, wel echt dusdanig invloed ook op uitoefenen. Met wie je dan ook, uh, want het zijn in principe... Ja, nou ja, als je nu kijkt, uh, wederom de routes naar, uh, naar Azië. Uh, dan uh, denk ik bijvoorbeeld aan samenwerking met uh, Singapore of Taiwan of uh, naar Australië of Japan of Korea. Uh, daar zitten vooral veel aanbieders uh, bij die een uh, eigendom zijn van Chinese eigenaren. Hey, dan moet je afvragen of je dat wil. En we komen er niet helemaal omheen. Ja. Uh, maar ik denk wel dat je een keuze wil uh, daarvoor. Dus voor nieuwe routes zullen we daar rekening mee mee houden. Ja, met welke partijen je in. Uh in zee gaat en wie waar komt aan landen en ja. ook no, uh, no pan internet met wie we in zee gaan. Ja. <coughs> maar uh, er ontstaan natuurlijk nieuwe, uh, uh, nieuwe technologieën, dus ook uh, satelliet horen we veel over uh, en dan niet per se Starlink wat meer op de consument gericht is, uh, maar er ontstaan ook Starlink van, het, die Musk, van, uh, van het Elon Musk netwerken. Ja. Uh, ja. ja. Maar er ontstaan ook wel uh, oplossingen, uh, wel nog allemaal heel pril. Uh, waar ook wel een soort backbone-achtige structuren uit ontstaan. Maar we zien dat die bandbreedtes gewoon nog niet afdoende zijn. Of dat het nog niet genoeg dekkend is om, om echt C-kabels te vervangen. Kijk, zo'n C-kabel aanleggen is natuurlijk ook niet makkelijk. Je kunt je voorstellen dat dat een hele operatie is. Kost ook flink geld, honderden miljoenen. Uh, dus vaak wordt daar ook een stukje overcapaciteit neergelegd. Zodat ja. we ook die groei uh, kunnen, kunnen voorzien. En dan zijn er keuzes. Hè. Je kunt afhankelijk van hoeveel capaciteit je nodig hebt, zou je een zogenaamd aderpaar, dus je eigen vezelparen kun je gebruiken. Of je kunt een, een wave kun je krijgen, een kleur heet het dan. Dus dan heb je binnen zo'n vezelpaar kun je een stukje bandbreedte krijgen. Nou, zo zijn er verschillende gradaties van capaciteit te krijgen. En, en dat heeft ook te maken weer met die veiligheid. Dus als je veiliger wil, dan is het veiliger als je je eigen aderpaar hebt. En natuurlijk helemaal veilig als je je eigen kabel hebt. Ja. Maar ja, dat is niet, voor, je heel eigen veel, ja, dat is niet voor heel veel partijen weggelegd. Ja. Maar uh, ja, zo kun je dus wel vanuit een, uh, ja, vanuit een strategie die heeft te maken met veiligheid, maar ook beschikbaarheid, nadenken over ja, wat voor soort verbindingen zou ik willen hebben. Ja. Nou, en dat, dat gegeven zoals Alexander zegt de, de geopolitieke ontwikkelingen, ja, is het, het echt wel uh, waard om daar goed over na te denken hoe je je, met name je kostbare data. Ja, dus onderzoeksdata, uh, innovatie, maar misschien ook wel uh, overheidsdata. Hoe je dat uh, over de wereld wilt uh, versturen. We hebben daar een SURF toch ook uh, een eigen netwerk voor, uh, in Europees verband ook uh, aangelegd. Ja, ja zeker. Ja. Netherlight ook. Uh... Ja, dus nationaal hebben we ons eigen netwerk uh, daarvoor. Uh, ja. We hebben in Europa uh, met, met de NRN's, met onderzoeksnetwerken, daar een eigen netwerk voor. Uh, en je ziet steeds vaker dat we ook die keuze maken om eigen netwerken, nou, transatlantisch bijvoorbeeld, uh, te doen. Maar ja, daar zitten wel weer leveranciers onder. Uh, die je ook moet, moet, moet kunnen vertrouwen. Daar zul je rekening mee moeten houden. Ja. En zie je ook, uh, Alexander, van ook in de context van het onderzoek en in het onderwijs. dat er ook behoefte is aan uh, uitbreiding van, uh, van het netwerk? Of om het. Uh, ja, absoluut. Alleen al denkend aan het uh, Square Kilometer Array, uh, radiotelescoopvelden die in uh, Australië en in Zuid-Afrika op dit moment gebouwd gaan worden, daar komt data uit. Die moeten we naar diezelfde onderzoekers die in, die in Drenthe zitten, in Dwingelo. In, in en welke dus, orde van grootte hebben we het dan over? Waar, waar ja, dan dan aan aan het, het begint met, 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 met 100 gigs, maar dat wordt alleen maar meer. Uh, hetzelfde als de Large Hadron Collider, dat zijn echt van ja, waar, waar terabits uit gaan komen later. Er zijn uh, initiatieven om een, om een digital twin van de aarde te maken, bijvoorbeeld een uh, Destination Earth. Er komt ook allemaal data uit, allemaal belangrijk voor, uh, voor, voor onderzoekers in Nederland. Ja, en ook uh, <coughs> aanvullend, hè. dus vanuit uh, in ieder geval de, de huidige demissionaire overheid of regering, uh, veel focus op zoiets als AI, artificial intelligence. Dat is een uh, focusgebied, quantum focusgebied, gebeurt veel in Delft. Nou, dat zijn allemaal omgevingen waar uh, ook heel veel data ontstaat en data rond moet. Surf en AMSIC zitten ook samen in een initiatief dat heet AMDEX, de, een data exchange uh, uh, ontwerp. En ook daar uh, ja, stellen we ons de vraag, moet al die data reizen? Of gaan we de AI of de VM of welke technologie dan ook naar de data sturen en daar onderzoek laten doen? Terugkomen met de resultaten en daarop verder bouwen? Oh, een ja, ontwikkeling ja, of interessante ja, dat vraag. Ja, ja. En dat zijn allemaal ja. ideeën die we die we hebben, omdat die, die data hoeveelheden nemen maar toe. Ja. Ja, en, en, en hoeveel dat, kan het netwerk ook aan in die zin qua beschikbaarheid? Ja, en, 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 en moet dat allemaal wel reizen? Nou, ja. hebben we hebben het nog niet gehad over de Internet of Things, hè, waar alles maar aan elkaar geknoopt wordt ja. en je wasmachine, je, je Cast en alles. Nou, dat is, zijn niet misschien meteen de terabits. Maar als je dat voor uh, 20 miljoen uh, gebruikers doet in Nederland, dan ineens uh, misschien wel. Hè, dus de schaal der dingen is, uh, is enorm. Uh, nou ja, en als wij daar in Nederland uh, nogmaals een belangrijke rol in willen spelen, zullen we daar dus goede infrastructuur voor moeten hebben. Uh, net werd Rotterdam genoemd. Ja, als je wilt uh, dat dat bereikbaar blijft, ook over de weg, ja, dan hebben we goede wegen nodig. En dat is digitaal niet anders. Ja. En uh, nou ja, SURF uh, en de Nederlandse universiteiten hebben daar echt een, een leidende rol. En die als je die wilt behouden, heb je goede digitale infrastructuur nodig. Ja, Daar zijn de handen nu voor op elkaar gekomen in de ja. Nederlandse zeekabelcoalitie. Ja om dat te realiseren. Ik wil nog heel even inzoomen op. Uh, je schetst net het, uh, gaf het voorbeeld Peter ook van Singapore en Nederland, wat beide in die zin uh, landen zijn die nu bij investeerders van, uh, van de zeekabels ja. die de aanleggen minder gunstig in het uh, daglicht staan. Ja. Uh, het zijn natuurlijk ook allebei landen die uh, relatief klein zijn. Uh, nou, Singapore nog wel echt een uh, formaatje kleiner dan Nederland. Uh, maar ook binnen Nederland zien we natuurlijk ook wel reuring ontstaan. rondom, inderdaad, we noemden net al even Zeewolde de komst van datacentra. Uh, die inderdaad uh, toch ook uh, stroom en energie verbruiken, uh, ja. die we het liefst duurzaam willen opwekken. Uh, dat moet ergens vandaan komen. En we hebben tegelijkertijd ook een duurzaamheidsambitie met elkaar gesteld, we willen vergroenen. Uh, ja. ja, ik ben wel benieuwd hoe, hoe, hoe kijken jullie naar die? discussie die daar ook uh, maatschappelijk is uh, ontstaan ook? Uh. Nou wat ik net al zei, uh, ik denk dat, uh, dat het, uh, de discussie is uh, zeg maar omgekeerd evenredig aan, aan de, 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 het probleem misschien wel. En wat ik ermee bedoel is als we kijken naar het totale oppervlak van datacenters, dan is dat geloof ik 0,9 van het totale vierkante meters die wij hebben als uh, Nederland. Ja. Dus dat is echt niet heel. Ja, alleen uh, uh, ja, het beeld ontstaat. Ja, al die grote vierkante dozen en uh, nou, dat zijn meer magazijnen dan dat het datacenters zijn. Sterker nog, als je tegenwoordig op Science Park in Amsterdam maar gaat kijken en je gaat op zoek naar de datacenters, dan denk je dat je tegen luxe appartementencomplexen staat aan te kijken, maar dat is dan een datacenter. Dus dat, dat beeld is echt aan het veranderen. Dus het oppervlakte valt uh, nogal mee. En vervolgens als we kijken naar het stroomverbruik, dan is dat uit mijn hoofd uh, iets van 3% van het totale stroomverbruik in Nederland. Significant, maar, maar nog steeds in geen verhouding tot andere industrieën bijvoorbeeld. Ja. ja dus het, maar, maar de discussie wordt gevoerd alsof Nederland helemaal vol staat met datacenters... en die datacenters alle stroom en power in Nederland gebruiken. Nou, dat is dus niet zo. Wat ontbreekt is een stukje uh, integraal beleid... waar we zeggen, nou, als we kijken naar de, naar de uitdaging op stroom en spanning... we kijken naar de uitdaging op, op huisvesting en dus de uitdaging op digitaal... als we dat nou bij elkaar brengen in een uniform beleid... Ja, dan zegt bijvoorbeeld de Dutch Data Center Association, die, die de datacenters vertegenwoordigt. Nou, zij hebben een voorstel waarin ze een, ze noemen dat een vierde cluster uh, willen aanleggen, waarin ze samen met de overheid bepalen waar komt dat dan. En vervolgens een plan uitrollen om zowel stroom, huisvesting als uh, ruimtelijke ordening aan te pakken. En wat die datacenters steeds meer doen, is dat die bijvoorbeeld eigen grondstations aanleggen, zodat ze hoogspanning kunnen omzetten naar normale spanning en dat weer dus een datacenter kunnen gebruiken. Als we zo'n grondstation aanleggen voor een datacenter... kan dat ook voor de woonwijk werken. Ja. Dus als daar iets meer integraal over nagedacht wordt... is er heel veel mogelijk binnen de huidige beperkingen. Alleen omdat dat nu allemaal los van elkaar bedacht wordt... botst dat elke keer. Omdat dat dus niet op elkaar uh, aangesloten is qua beleid. Dus dat is iets wat we al zouden kunnen doen... om daar echt nog uh, ja, meer in te ontwikkelen. De discussie een beetje minder gepoliceerd voeren, denk ik. Hè? Ja, dat Ontstaat dat er een discussie over een datacenter voor een koe? Uh, terwijl ja... Als jij een nieuwe telefoon koopt, uh, je resolutie van je foto's gaat omhoog. Uh, die moet ook weer ergens opgeslagen worden. Ja. Dus het is wel logisch dat we daarin groeien, ook als samenleving met, uh, met extra datacenters. En er dus ruimte voor, voor, voor moeten maken. Ja. En dat kan allemaal nogmaals, omdat we die infrastructuur in ons, uh, in ons land hebben. Maar dit is, is inderdaad een vraagstuk van ook deels van de inrichting. En waar we op in willen zetten, ook als, als land. En Zeker. ook dus waar de datacenters... Ja. Want er is het natuurlijk wel wat reuring... Uh, Ontstaan en ook een, vervolgens een besluit geweest. Ja. Uh, nou ja, en dan, rondom dan zie je ook de zogeheten hyperskills, uh, ja. extra grote datacentra. Ja. En dan zie je ook dat daar nou, ook een beetje een bestuurlijke onrust ontstaat. Uh, we modderen een beetje aan uh, met zo'n besluit. En dan op een zeker moment wordt, wordt daar de vergunning ingetrokken. Dat heeft natuurlijk effect op investeerders. Uh, investeerders die plannen maken om van allerlei investuren naar zo'n zo datacentrum te trekken. Die denken dan ook van jongens. Eigenlijk is dat wel betrouwbaar? Dus we zullen daar een veel duidelijker beleid in moeten hebben, wat meer richting geeft voor ook die investeerders voor dit soort, uh, dit soort infrastructuur. Ja, dus we zien, uh, we zien dat echt weglekken. He, het voorbeeld uh, kan Alexander weten vertellen over die, die 400-gig-verbinding. Ik ja. kan je misschien iets meer over vertellen. Maar ja, wij horen toch wel van verschillende kanten, bijvoorbeeld uh, recentelijk, dat Microsoft allerlei klanten richting Duitsland stuurt, omdat ze gewoon in Nederland niet genoeg capaciteit hebben om nieuwe klanten aan te sluiten. Ja, dus bestaande klanten hebben ze er nog wel wat ruimte voor, maar uh, nieuwe klanten kunnen ze gewoon niet meer accepteren. We hebben het over Azure, hè, dus hun, ja, hun cloud. Een uh, cloud, uh, ja. Nou, dus niet alleen uh, zijn er partijen die niet komen, maar zien we dat bestaande partijen nu ook gewoon zeggen, ja, vol, we kunnen niet verder. Nou, en dat um, uh, uh, enerzijds kun je zeggen, nou mooi, probleem opgelost, kunnen we niet meer groeien, hè, dus dan uh, wordt het probleem ook niet groter. Maar nogmaals, ja, die toekomst die wordt gewoon digitaal. Of is het al? Um, en als we daar dus als Nederland een leidende positie in willen houden, zullen we daar toch antwoorden op moeten vinden. En daarmee zeg ik niet dat we geen boeren meer en geen nee. huizen, alles moet digitaal, maar dat er echt oplossingen zijn die gecombineerd integraal beleid echt ook op dat vlak uh, ja, gewoon antwoorden kunnen, kunnen geven op een deel van de problemen die we nu zien. Ja, die 400 gig begon je over. Ja. Tien jaar geleden uh, haalde Surf de snelste verbindingen binnen die op dat moment transatlantisch beschikbaar uh, waren. Uh, 100 gig was dat uh, destijds, was de normaalste zaak van de wereld dat het in Nederland aanlandde. En tijdens TNC in Maastricht, flagship event van onze community, uh, demo. Het wat voor event? Een flagship event, flagship. Dus een groot, uh, groot ja. evenement wat er toen in Maastricht uh, ja. ja. hielden. Uh, konden we toen die eerste 100 gig demonstreren en actief uh, maken? En nu zie je dat dat niet meer vanzelfsprekend is. Uh, de nieuwste verbindingen komen nu binnen in, in Frankrijk. En dus gaan de 400 gigs, wat nu de nieuwe currency is, naar Parijs. Ik las gisteren berichten over 800 al komt ook in Frankrijk uh, aan. Niet vanzelfsprekend meer in Nederland. Maar welke partijen gaan dan naar bijvoorbeeld Parijs toe in dit geval? Nou, nu spelers? heb ik het over de, over de onderwijs- en onderzoekscommunity. Okay. Uh, dus uh, NRENS uit, uh, uit andere landen. Ja, die ja. brengen hun verbindingen daarheen in plaats van, uh, van naar Amsterdam. Die 800 gig, dat was echt nog een, een beetje een industrie-demo. Uh, ja. Dus dat is toch niet per se uh, onderwijs en onderzoek. Uh, maar moeten we wel rekening mee houden. Ja. En dat raakt direct dan ook aan onze positie uh, als, uh, als hub eigenlijk. Ja, als uh, de grote, grote schepen, om maar even in Rotterdam weer, uh, weer aan te kaarten, uh, niet meer in Rotterdam kunnen komen, maar wel in Le Havre. Ja, dan heeft dat ja. effect. Ja. En zien jullie nog alternatieven voor Nederland dat we in die zin op dit vlak ook uh, het tweede viool zouden gaan spelen en een andere positie gaan invullen als het gaat om de digitale uh, ambities die we met elkaar gesteld hebben? Nou ja, ik denk dat je een argument kunt opstellen dat we dat op dit moment al een beetje doen. Nou ah, ja. ja, dat dus we is zijn We uh, met name naar Frankfurt uh, kijken. Daar is nog wel uh, hier en daar wat ruimte, capaciteit. Begint ook wel uh, wat lastiger te worden, maar daar uh, wordt nog wel gebouwd. Uh, maar de, ook daar zien de datacenters. Ja, het datacenter staat nog niet over, zit vol. Dus die groei is enorm. En nogmaals, als we zien uh, de de vlucht die AI neemt en en um, uh, uh, ja, ik denk onverwacht. Hè, maar als we zien hoeveel bedrijven, hoeveel mensen nu echt daarmee bezig zijn en ja, hoe, hoeveel data dat weer met zich meebrengt. Uh, blijft die groei nog wel even, uh, even doorgaan. Dus ja, kunnen we als Nederland daar uh, tweede DVO's spelen? Ja, vast. Misschien wel derde. Uh, dat, wi dat willen we niet. Nee, nee maar, maar, maar dat toch De, de een reden dat ik uit. het even maar, vraag, je kan maar, ook maar, zeggen, we zetten de Sahara vol met zonne. Uh, uh, Zonder panelen, uh, en dan tappen we van daaruit ja. weer terug naar Europa. Nou, maar ik ik daar, denk dat dat deels uh, gaat gebeuren, overigens. Hè. Dus uh, goedkope uh, waterstoffen gaat daar zometeen ook uh, vandaan komen... als ik daar de ontwikkeling een beetje volg. Maar, um, kijk, de, 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 kijk, we zitten hier bij surfen... En, daar, en, en dat heeft echt te maken met innovatiekracht en slagkracht en onderwijs, en et cetera. Uh, de Nederlandse handelsgeest, je vroeg daar net naar... Hè. we hebben Rotterdam, de bloemenveiling, et cetera de Nederlandse de Nederlandse bedrijven zijn heel goed in het optimaliseren. Nou, we hebben nu uh, ASML uh, bijvoorbeeld als als echte uh, topbedrijven ja. binnen Nederland. Vroeger waren dat dan Shell en Axo en uh, nou, dat vinden we allemaal minder sexy tegenwoordig. Ja, en ik denk dat we een beetje op zoek moeten gaan. Van, ja, wat is dan de volgende ASML? Ja. En nogmaals, ik blijf daarop hameren. Ik denk dat, uh, dat digitaal daar een enorm belangrijke component in is. En maar dus ook belangrijk dat het geconcentreerd blijft in, in de, de hub ja. binnen, binnen Nederland. Binnen Amsterdam ja. uh, bijvoorbeeld. Ja, uh, nou uh, ja, het hoeft per se Amsterdam. Maar Amsterdam nee. is dat nu, omdat daar gewoon historisch gezien uh, het meeste aan, aan, aan capaciteit is uh, binnengekomen. Maar uh, denk ook aan. Uh, aan uh, opleidingen en, uh, en letterlijk hoe we mensen opleiden. En die digitale skills en dergelijke, die zijn gewoon echt heel belangrijk om... als Nederland, gewoon de BV Nederland die je net ook in de opening noemde... ja, als we daar het verdienvermogen in stand willen houden... Ja, dan hebben we een hele goede, strakke infrastructuur nodig. Ja. En en uh, ook al zijn we dan misschien nummer twee of drie in Europa... Ja, dan nog uh, moet dat op een zeer hoogwaardig niveau zijn. Maar zoals wij hier zitten, zeggen we ja, dat is eigenlijk uh, onze etena... om die marktlijn in de positie te verliezen... Uh, omdat er geen goed integraal beleid is. En leidt er... mogelijk ook tot, tot uh, eh, nadelige gevolgen op lange termijn voor ja. onze ja, dat, economische positie. Dat is en... Precies waarom dat wij nu aan de bel uh, ja. trekken om daar tijdig, vooruitkijkend, uh, een agenda op te maken. Zodat we die infrastructuur ontwikkelen. Zodat er ruimte is voor een ASML, maar ook een BSML en een CSML later. Mooi, ja. Boy, uh, <laughs> PCML, uh, mooi. Uh, nou, ik hoor hier een, een nieuw uh, businessplan. Uh, ik schrijf het even op in mijn, in mijn zakboekje. Nou ja, en, en als, als laatste, kijk, de, de, het is al even achter ons. Het lijkt alsof het niet meer gebeurd is. Maar uh, toen we met z'n allen thuis moesten werken vanwege COVID. Toen uh, hadden wij uh, wekelijks overleg met onze collega Internet Exchanges. En veel, ook zij zaten allemaal thuis. En, de, en het interessante was dat de verbindingen gewoon slecht waren. Dus als ze op kantoor waren was het goed. Maar zodra ze thuis zaten. hadden ze gewoon echt slechte verbindingen. Heel vaak konden we geen video doen, bijvoorbeeld. Omdat het gewoon slecht was. Dus in Engeland, in Duitsland, in Italië, in Zweden. Dus echt opvallend hoe goed dat dus in Nederland uh, uh, geënt is. En uh, nou ja, daar, daar een beetje terug naar de opmerking van Alexander ook in het begin. Dat je. Ja, we zien dat niet zo erg. Want dat zit een beetje onder de grond. En uh, ja. we zijn er zo aan gewend. Het is bijna water uit de kraan bij ja, wijze van. Ja. En in Nederland is dat zo. En, en dat werkt en zo goed werkt het. Alleen uh, ja, dat, dat maakt het ook soms een beetje uh, gemakzuchtig. Want ja, het doet het toch en het werkt toch. En uh, nou, ja, Daar is heel veel tijd, energie en geld in gestoken. En als we dat niet blijven doen, ja, dan, dan uh, gaan we alleen maar achteruit. Dat is ik het idee. Hebben we nog een positieve noot om mee af te sluiten? Ja. Nou ja, kijk, dat er natuurlijk heel veel dat er natuurlijk heel veel gebeurt. Hè. Dus het is, uh, we hebben nu vooral over de bedreiging gesproken, maar ja. uh, het feit dat economische zaken nu ingestapt is. Nou, we gaan die zeekabelcoalitie organiseren. We zitten letterlijk nu in het proces om uh, een zogenaamde ambassadeur aan te nemen. Dus iemand die echt Nederland uh, kan vertegenwoordigen. En ook echt kan kan uh, niet alleen uitstralen, maar ook echt aantonen. Hè. We're open for business. Ja. Dus er kunnen zeekabels komen. We willen echt uh, actief aan de slag met het uh, met het datacenterbeleid. Er is groei. Dus het is niet allemaal doom en gloem. Maar het is wel uh, belangrijk dat we dat we met z'n allen, hè, dus iedereen in Nederland, gaat snappen dat dat digitaal niet vanzelfsprekend is. Dat dat ook gewoon vraagt dat we daarmee bezig zijn. Ondanks dat we nu in de verkiezingsstrijd, of tenminste in de coalitiestrijd, inmiddels zien dat migratie en huisvesting en inflatie dat zijn natuurlijk ook superbelangrijke onderwerpen. Uh, maar ook op digitaal uh, ja, moeten we gewoon blijven investeren. En dat gebeurt gelukkig, maar we kunnen niet verslappen. Dus dat Mooi, is de precies. Ja, precies. Ja. Men is wakker geschud. Ja. Ja. ja, we doen het hartstikke goed als je kijkt om ons heen, wat er allemaal gaande is. En wat voor bedrijven we hebben, wat voor universiteiten we hebben, wat voor kleine en grote bedrijven. Floreren door onze digitale infrastructuur. Dat is prachtig. Ja. Maar dat moet zo blijven. En ja. daar, nou, daar strijden we voor. Zeker. Nou, ik wens jullie heel veel succes. Ook met de Zeekabelcoalitie. En bedankt Dankjewel. voor het leuke gesprek. Ja. Surf Sounds is een podcastserie van Surf, de ICT samenwerkingsorganisatie van en voor onderwijs en onderzoek in Nederland. Deze podcast werd gemaakt door Sanne Koenen, Jan Michielsen, Eva van Dam en Filip Steijn. In onze volgende aflevering gaan we dieper in op de toekomst van de campus in 2040.